Hoi, leuk dat je kijkt. Ik ben het, Yannick, jullie leesconsulent. En misschien herken je het al aan het blauw en anders hoor je het misschien aan het kabaal om mij heen. Ik zit in de Mensa, want die is weer open. Grab and go en iedereen is in voorbereiding voor de bijzondere eerste periode die er voor de eerstejaars aankomt. Ik zit hier in het kenniskamertje wat ik de eerste week van de periode mag gaan bezetten om jullie allemaal leuke dingen te vertellen over boeken. En waarom lezen echt niet zo verschrikkelijk erg is als jij denkt. Maar dat is voor dit kamertje, ga ik jullie nu niet mee lastigvallen. Ik heb drie hele leuke nieuwe boeken binnengekregen. Die wil ik even met jullie delen. Het eerste boek is En dan ben je ineens crimineel. Dit is een vrij dun boek, zoals je ziet. Een informatief boek. En er staat op jeugdcriminaliteit. Nou, dan weet je dus al dat het iets te maken heeft met jeugdcriminaliteit. In dit boek staan zes verhalen van zes jongeren. Gewone jongeren, net als jullie. Op enig moment in hun leven ergens een keer een verkeerde beslissing maken. En daarmee in aanraking komen met politie en justitie. Hierin staat hun verhaal. En ja, ik denk dat als je dit leest, dat je je misschien af en toe wel afvraagt, wat zou ik gedaan hebben? Zou ik diezelfde keuze gemaakt hebben? Of zou ik een andere keuze gemaakt hebben? Interessant boek. Het tweede boek is het boek van Arjen Lubach. Misschien kijk je wel eens naar Zondag met Lubach. Ik vind dat echt zelf hilarisch. Hij had overigens een paar weken geleden iets erg een goed stuk over het lezen. Maar dit geheel terzijde. Dit boek heet Spoorzender. Spoorzender is het verslag van de afgelopen 2 jaar van het leven van Arjen. Vanuit verschillende plekken waar hij is geweest. Los Angeles staat er, Vlieland, heel bruisend. New York, Zweden, Friesland en Amsterdam. Hij vertelt hierin heel persoonlijk over zijn televisieprogramma. Over muziek, over comedy, over de liefde, over het leven staat er, over alles. Als je van Arjen zijn humor houdt en zijn praatstijl, dan ga je dit ook heel leuk vinden, want hij schrijft ook zo onwijs lekker. Arjen Lubach zijn boek Spoorzender. En dan het laatste nieuw binnengekomen boek van deze week is het boek Genadeloos. Dit gaat over de 16-jarige Clemens, een beetje een Einzelganger. Maar hij heeft ook wel een beetje wonderlijke trekjes. Zo experimenteert hij met explosieven en heeft hij wel meer gedragsdingetjes waarvan je denkt van oké, gaat het wel helemaal goed met die jongen. Hij heeft een tweelingzus, moet ik even kijken hoe ze ook weer heet. Nou, ik ben het even kwijt. Oh ja, Lente. En zijn tweelingzus die krijgt op een gegeven moment een relatie met een jongen die wat ouder is. Dus er gebeurt van alles in dat gezin. Dan raakt er een meisje vermist, wordt vermoord teruggevonden en alle sporen lijken richting Clemens te gaan. De vraag is natuurlijk of hij het wel of niet gedaan heeft. Is hij zo genadeloos of is het oordeel over hem genadeloos? Dat zal maar net blijken. Het grappige van dit boek, of nee niet grappige, het prettige van dit boek is dat de ouders van Clemens en zijn zus, alle vier ons te beurt de ik-persoon in de hoofdstukken zijn. Dus dat maakt dat het boek heel afwisselend leest. En dat je eigenlijk elke keer meegenomen wordt in het denkenproces van een ander. Spannend boek. Een thriller. Pistooltjesboek met een D. Dus een thriller speciaal geschreven voor jongeren. Ik gebruik hem eerst een week in de kenniskamer over lezen en bij de boekenproeverijen. Maar daarna staat hij gewoon in de bieb, dus kom hem lekker lenen of een van de andere twee boeken. Ik hoop jullie snel te zien en anders is de bieb gewoon altijd open wanneer jullie maar zin hebben om te komen. Tot snel, doei!